Gewoon plezier maken met elkaar. Weet je, mooier is er niet. Vol stadion, allemaal mensen die voor ons zijn. Nou, weet je, wat wil je nou nog meer? Gespannen koppies zaterdagmiddag bij Team Flevoland. De verzameling amateurvoetballers van diverse amateurclubs uit Almere, Lelystad, Zeewolde, Dronten, Zwifterband en Biddinghuizen kwam voor het eerst in de historie in actie. Met de witte of de zwarte kant? Team Flevoland is een initiatief van Almere City om bekender te worden in de regio. Tegenstander was Jong Almere City FC, dat uitkomt in de derde divisie. En het is die ploeg die na een kwartiertje spelen op voorsprong komt, want hier is het Rodney Kamp die binnenschiet. Voor de gelegenheid speelde Team Flevoland in de speciale gele bekershirts van Almere City FC en de spelers genoten van de ervaring. Best wel bijzonder, omdat het vooral het eerste keer is, best wel uniek. Dus met deze jongens was het best wel een leuke groep, dus ik ben zeker trots, vooral voor het eerste keer. Ja. Nou, ik kreeg een berichtje van mijn eigen trainer dan, van Team Flevoland of Almere City wilde het organiseren. Ik dacht van, mooi, dat denk ik goed initiatief. Want Almere City en andere clubs, dat zie je dat het nu samen gaat. Dus dat is wel mooi dat het nu gebeurt en hopen dat het ook in de toekomst ook vaker gaat gebeuren. Jong Almere City blijkt wel een stukje sterker in die eerste helft. Hier schiet Rogier Benschop de 2-0 binnen. En nog voor rust lopen de Almeerders uit naar 4-0. Hier vanuit de hoekschop is het Anouar Aktaou die hier de 3-0 binnenkopt. Ziet ook trainer Ivan van Dinteren van Jong Almere City FC. En hier is de 4-0 in de maak. Thomas Prinsen, bal over de lijn geweest en 4-0. En dan lijkt het een zware middag te gaan worden voor Team Flevoland. Maar in de tweede helft bijten ze aardig van zich af. Hier wordt goed druk gezet. Bal veroverd. Komt de bal bij Niels van der Zaal terecht. Timo Platel kan nog redden, maar hier is het Lucky Jacot. Het allereerste doelpunt voor Team Flevoland. En hij is er blij mee. Ja, het is wel een lekker gevoel moet ik zeggen. Want ik dacht, ik ga gewoon de wedstrijd in kijken hoe het loopt. En op een gegeven moment schoot Niels voor mij, die schoot op mijn keeper. Ik dacht, ik loop gewoon door, misschien laat hij hem los. En gelukkig liet hij los en ik kon alleen maar binnen te tikken. Uiteindelijk wint Jong Almere City dankzij 2 minuten strafschoppen in de slotfase met 6-1 van Team Flevoland. Maar de tevredenheid overheerst bij de amateurs. Ja, ik denk dat wij een aardige wedstrijd hebben gespeeld met z'n allen. We hebben 3 keer getraind met elkaar. Dus ik denk voor die 3 keer trainen met elkaar dat wij een aardige wedstrijd hebben gespeeld. Ja, nou niet alleen die goal. Weet je, ik denk dat sowieso de intentie van ons is geweest om hier een leuke wedstrijd van te maken. Weet je, en dat lukt dan niet altijd. Maar goed, weet je, nogmaals, je weet waar je vandaan komt. Je weet hoe ver je bent of hoe ver je eigenlijk niet bent. Nou, dan denk ik dat vooral aanwezigen, iedereen die erbij betrokken was geweest, gewoon een hartstikke leuke dag hebt gehad. Maar je hebt gescoord nu. Denk je dat ze bij Almere City nog contact op gaan nemen? Nee, dat denk ik niet. Zou wel leuk zijn, maar ik denk het niet. Maar wat leuk dat ik heb gescoord. Ja, lekker gevoel. En nu? Feest vieren? Nou, feest vieren na een verloren partij, dat zit niet in mij. Maar we gaan wel even een kleine versnapering drinken met elkaar.